Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe video op DaVinciStar Games. En ik ben Vincent en we zijn hier met een paar leuke mensen van Disneycraft. Maar we zitten op de Hypixel server en we gaan natuurlijk weer een spel doen die jullie eerder hebben gezien op mijn kanaal. Tot na de intro. Okay, people, let's go to work. En wie kennen jullie vanaf hier? Die kennen jullie, die en die en die en die. En er joinen allemaal mensen. En de bedoeling voor de mensen die het niet kennen is dat je moet rennen over gravel of zand. En wanneer je dat doet, valt het blokje naar beneden. En je moet proberen zo hoog mogelijk te blijven in de toren. Heel veel mensen zijn pro, sommigen zijn noob. Yay! Simpeler kan het niet. Ik ben tweede groep. Ik ben een frikandel. Ik vind het wel een heel erg interessant spel. Ik vind het ook heel interessant. Want het is namelijk rennen en ja, iemand staat hier ook stil. Iemand staat echt stil hier, serieus. In elkaar. Hij heeft een appelgezicht. Okay. Het was best wel een woordgrapje, want interessant. En het is. Oh ja, interessant. Maar wat nou het belangrijkste is dat je altijd in die hoeken moet lopen. En als je met Vincent speelt, heb je kans op gehoorbeschadiging. Ja. Je kan nogal hard gillen, namelijk. Ik zou je waarschuwing, deze zetten. Video bevat grof taalgebruik. Nee, dat valt mee. Mijn headsetgebruikers, wij zijn, ja, maar dat, zijn ik, niet ik durf voorspellen dat mensen wel heel erg. Stil weg. Niet goed. Je bent al gevaarlijk bezig, kasteel. Ik zit op de tweede verdieping, dus dit gaat goed. Nu al, je kan ook lopen. Je moet in het begin gaan heel veel mensen rennen altijd. Maar als er geen gevaar meer in de buurt zit, kan je gewoon zeg maar op je gemakje gaan lopen. En dan zou je op zich zou je het kunnen halen. Kijk, dit niet, dan moet je rennen. Het gaat bij mij voor mij wel redelijk, maar er zijn echt mensen, zoals ik al zei, zijn echt pro. Oh nee! Nee! Ik val echt heel ver naar beneden. Nee, shit, ja, ik had ongeluk, want er zijn natuurlijk. Ja, ik ben gevallen. Ik weet niet. Nee. Nee. Ja, ik ben net gevallen. Ik ben bevallen. Ik val voor je. Ik val voor je. Ik bedoel, maar in dit geval ga ik wel eventjes goed spelen. Ik ben dood. Dat valt niet mee dit, hoor. Ik ben ook dood. Mijn leven heeft ook zo. Hey, Vincent, jij rent onder mij. Vallen en opstaan, hè? Jij rent onder mij. Ik ben aan het denken, man. Kut! Ik ben op het eindcircuit. Wauw, ik val van de eerste naar de vierde verdieping. Ik ben slecht bezig, jongens, ik weet het. Ik zit ook niet goed te gamen. Enzo, waar loop jij? Hebben we het van die veel gehad of niet? Ik weet niet of we alle grapjes hebben gehad al. Valt niet mee, hè? Dat heb ik net gezegd. Nou, oké. Okay. Shit. Ben jij al gevallen? Wie? Ja. Oké. Okay. Jee, doe ik Enzo. Ik zat tweede laag. Ben jij al bevallen? Ja, ik zat op de eerste, maar toen viel ik naar de vierde. Wel, valt echt op, zeg. Dat kan je verkeerd opvatten. Vallen. Je was heel ver gezocht. Echt, hè? Heel ver gevallen. Nee. Hoi mensen, kraken. Er zijn er nog 6 over. Oeh, nee! En nu nog 5. Oké, ik ben dood. Oh, Kasteel, je bent echt goed bezig. Waar zit jij? Je zit nog op de wow. Maar niet, hè? Je zit serieus op de tweede laag nog maar. Echt? Ja. Wist ik, wow. Stomme Kasteel, je bent echt goed. Onder alle vrienden wat je doet in het park natuurlijk. Ook heb je fly. Wie willen? Ik ben gewoon verslaafd aan Hypixel. Maar je bent samen met iemand, zit je op de. Dadelijk houdt het op voor je. Kijk, hier bijna hoor. Zo, nice. Oh, je speelt leeft er goed, joh. Hij leeft nog. Samen met iemand anders, wie is dat? Is dat Rabondo? Dit daar liep? Nee. Nee. Oh, wow. Ik kan goed zijn. Je speelt echt goed, Kasteel. Kijk hem gaan hoor. Hoe kom je aan die skills? Ja, wat? Noob. Nee. Oh wauw, dat was me echt nog niet opgevallen. Wauw. Rot eind. Nou, tof. Nou, nu nog lightning power. Het ging best wel lekker. Het ging lekker, maar het ja, is nadeel. Ja, die ook in één keer. Ja, oh, ik heb al 2 experience points. Yeah, en 18 coins. Wauw, 100 coins. Dat was echt een schokkend eind. Nou mensen, laat zeker een like over achter voor dit potje. Of zullen we gewoon stiekem nog eentje doen speciaal? Ja, stiekem. Ik vind dat we dat gewoon moeten doen. Nog een potje. Absoluut. Niet gewoon, maar gewoon stiekem. Heel stiekem. Niemand, je mag niet doorvertellen aan iedereen die je kent dat ik stiekem nog een potje heb gedaan. Dat is gewoon ons schijn. Ja, tussen niet. Ons en de mensen die spelen. Gaan we een ticketje doen of iets? Ja. Doe maar een ticketje. Gewoon even een ticketje. Gewoon een YOLO. Even een ticketje. Dat is wel een lang potje, hè, ticketje. Nou, vooruit. Ticketje, tikkie. Je met de dom bij Canadian Cellist. Dit is echt getikt. Ja.
Maar zoals het klokje tikt, tikt het thuis nergens. Ik heb het gevoel dat het heel slecht gaat. Ken je dat programma TikTok? Ik heb wel de zijn wel lekker. Stinkt uit je mond, heb het tak. Je stikt. Je stinkt uit je kont. Ik stik jou. Black people. God de god. Oh. Ik zal jou stikken. Weg met de deur. Kom met. Deze map kennen we. Deze is een hele bekende. Ik wil weg, kasteel. Jammer van 10 T-Tex zijn dat maar 2 maps zijn. Ja, echt hè? Ze mogen wel meer. Maak een Disney krant map. Ik leef nog. Disney graf. Wie rende er achter mij? Ik ga die. Hallo Captain. Ja. Ik loop achter Captain Erebondo. Je bent een leuk Donald Duckje. Hoi. Dood. Ja, dood. Ik heb speciaal voor Disney okay, doei. Gemaakt. Oké, oh, leuk. Zonder terugtik. Wow. Ik ben dood. Zonder terug. Ja jongens, we spelen dit zonder terugtik. Wij zijn niet zo gemeen. Mag ik niet terugtikken dan? Dankjewel. Hoi Kenzo. Hoi. Oké, wie gaat er dood? Ik wil niet doodgaan. Bespaar mijn leven. Maar wat is de bedoeling van dit spel? Ik zal het uitleggen. Iemand heeft een DT-blokje. En die moet je binnen een bepaalde tijd weggeven aan een ander. En dan ontploft die. Maar wees wel. Kijk wel uit dat je zeg maar niet terug wordt getikt. Maar ook dat diegene die dat blokje draagt niet te dicht bij jou in de buurt is. Anders ga je ook van dood. Oscar, Xander. Nou, er zijn heel veel mensen dood nu al in één keer. Doei, Oscar. Hoort dat zo? Zoveel mensen in één keer dood? Yes. Ja, in het begin wel. Ik heb hem! Ja, ik heb hem weggegeven! Nee! Nee, ik ren zo niet achter me aan. Waarom ren ik sneller? Ik ren sneller dan gemiddeld. Ja, dat ik er blij mee ben. Help! Ja! Help! Snel, Vincent, vlucht voor je leven. Ik krijg hier iets van! Oh god. Nee! Nee! Vincent, nee. Ik ben vlak bij je. Hoeveel seconden nog? Ik ben... Fuck ja, ik pak hem! Ik pak je, mogol! Kom hier! Wat ik zie! Volgens mij ga je hem pakken. Nee, want ik kan niet meer zo snel rennen. Hoe kan dat nou? Het wonder is het. Wat? Waarom ben ik het? Hoe kan ik zo snel rennen? Hoe kan dat? Hoort dat? Liep onder me. Hoort dat ik zo snel mag rennen? Ja, dat als je hem bent. Anders van je gewoon mensen. Nee, kom op! Ja, ik heb hem! Ja, persoon. Achter je rennen. Nee, nee. Ik ben opgeblazen. Vincent, ga mij maar bekijken. Opgeblazen gevoel. Heb je ook zo opgeblazen gevoel? Ik ga dit speciaal voor jou winnen. Nou, ja. Ik hoop nu deze dingen. Wow. Kijk, wie zit er nog in? Kasteelvuur en ik. Nou mensen, ja, ik ga het afsluiten. Sorry, ja, ik heb mijn best gedaan. Laat de computer maar af. En hiermee blazen we het verhaaltje uit. We blazen het verhaaltje uit en tot de volgende keer. Als jullie meer willen zulke video's, laat zeker even weten in de comment. Doei! Kijk zo op straat, doei! Doei! Paardenvlees, 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 paardenvlees.